Ik ga vandaag Marokkaanse honingkoekjes maken. Hiervoor heb je nodig sesamzaadjes, die ga ik zo meteen roosteren. Bloem en bakpoeder. Oranjebloesemwater. Gesmolten boter. Kaneel en zout. Amandelen, die ga ik zo meteen koken, schillen en bakken. En melk. Verder heb je honing nodig en olie om in te bakken. Ik heb hier een pannetje met water, daar doe ik de amandelen in. En dat ga ik laten koken. Dan doe ik hier in een pannetje de sesamzaadjes. En dat ga ik even laten roosteren. Ik heb de geroosterde sesamzaadjes in mijn kom gedaan. Hier doe ik de zout en kaneel bij. Dan ga ik het bloem en bakpoeder zeven. Dit ga ik even met elkaar mengen. Dan doe ik hier oranjebloesemwater bij en ook gesmolten boter. En de melk. En dit ga ik dan met elkaar mengen. Ik ga nu verder met mijn handen. Ik heb wat extra melk eraan toegevoegd. Je moet echt, als je extra melk toevoegt, moet je echt beetje bij beetje toevoegen. Ik ga nu de amandelen pellen. De amandelen heb ik gepeld. Ik ga ze nu laten drogen. En ik ga ze zo meteen bakken, dus ze moeten echt super droog zijn. Ik heb hier het deeg. Dit ga ik afdekken en voor 10 minuten laten rusten. Ik ga het deeg in stukken snijden. Ik ga of 2 of 3 doen. Ik denk 2. Of 3. Nee, 2. Deze ga ik even afdekken. Ik strooi wat bloem op mijn aanrecht. Ik heb de aanrecht ook schoongemaakt van tevoren. Ik heb hier de deegbal. Die ga ik uitrollen zo. Ik ga de zijkanten eraf snijden. Ik ga dit stukje verdelen in 3 delen. Of 4. Ik denk dat ik er 4 van ga maken. En dan ga ik dit weer verdelen in 4 stukken. Dus ik heb hier een stuk. Ik pak de uiteinden vast. En dan ga ik ze zo in elkaar plakken. En dat ga je dus bij allemaal doen. Ook het andere deegbal die nu nog afgedekt ligt. Die ga je ook uitrollen. Ik heb hier zonnebloemolie. Doe ik in een pannetje. En hierin ga ik de amandelen bakken. Ik ben nu honing aan het verwarmen.
Wanneer dit klaar is, schep ik ze eruit en dan dompel ik ze meteen in de honing. En wanneer ik ze uit de honing haal, dan doe ik de amandelen er gelijk op. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal.